even wat zeggen voordat we de steen dadelijk omhoog gaan houden. Want er komt ook een steen in dit mooie gebouw. En ik wil melden dat dit echt een mijlpaal is voor de wijk. Het wordt... En dan gaan we keihard verwerken met z'n allen. En daar zullen we de hulp van Fred ook bij nodig hebben. Maar ook de andere mensen en instellingen die in het nieuwe MC komen. Het gaat echt een nieuwe hart van de wijk worden. Want wellicht hebben jullie het al gehoord, maar hier achter ons, de oude kazerne waar vroeger het leger in zat, daar komt de muziekschool en nog veel meer, maar met het kunstbedrijf. Maar er komt ook het huis van Puk. En dat is een klein theater met een productiehuis wat nu nog in het Spijkerkwartier zit, in de Parkstraat. Misschien zijn jullie daar ooit wel eens geweest. En hiernaast zit, wel bekend voor jullie als het goed is allemaal, Jongerencentrum De Mix. Maar het gaat natuurlijk vandaag om de aftrap voor de bouw van het MFC, wat daar komt, aan die kant. En daarvoor wil ik in ieder geval een aantal mensen bedanken en heel veel succes wensen de komende tijd. Want er moet gebouwd gaan worden, maar er moet ook heel veel besteed worden aan het samenbrengen van alle partijen die in het MFC komen. Allereerst wil ik Volkshuisvesting bedanken. Want die hebben er toch echt ook aan bijgedragen dat hier een plein komt waar we op staan. Daar gaan jullie volgend jaar, als de school begint, met z'n allen ook iets met tegels doen. Wordt geïnitieerd door het kunstbedrijf. Een perfecte vorm van samenwerking waar ik van hoop dat in de toekomst hier velen van zullen volgen. En Volkshuisvesting, hartelijk dank dat ze hier de mogelijkheid bieden om dit plein en het opknappen van deze gebouwen hierachter. Maar het gaat natuurlijk vandaag om jullie school en om de kickboxschool die erin komt. Want er komen twee gymzalen. En om alle instellingen die hier komen. En dan moeten jullie denken aan de Skark in de dagopvang, peuterspeelzaalwerk, de wijkwinkel, het wijkcentrum. Ik vergeet altijd, als je een rijtje gaat benoemen, dan vergeet je altijd het consultatiebureau. Wat dachten jullie van jullie zelf? Het onderwijs, de school, Kunstrijk. Hartstikke leuk dat jullie hier zijn. En om dit allemaal in goede banen te leiden, hebben we ook een kwartiermaker aangesteld, Janna Brouwer. Die wordt ook door de wijk en de wijkbewoners gedragen. Maar die is helaas, kon ze vandaag niet aanwezig zijn. Ze vond het heel erg jammer, want dit stond aan haar agenda dat ze niet kon. Dus, en het wordt een hele belangrijke plek, en dat is echt de belangrijkste reden dat het MFC er gaat komen. Dat het echt een plek wordt voor de wijk, voor alle bewoners, ook die hier zijn. En dat het nieuwe hart van de wijk wordt. Daar hebben we allemaal heel hard aan gewerkt. En met name de bewoners zijn al jaren bezig om dit MFC van de grond te krijgen. En om mee te denken aan de inrichting van het MFC. En hier de gebouwen. Dus bij deze alvast hartelijk gefeliciteerd. En ik wens de bouwers heel veel succes met het bouwen. Jullie mogen zo vragen stellen. Want anders... En ik hoop dat alles mee zit en dat we volgend jaar het gebouw kunnen gaan openen. Maar vandaag is de start. En ik zou zeggen, echt een ontzettend gaaf moment voor Klarendal. Want het nieuwe hart van de wijk gaat nu daadwerkelijk gebouwd worden. Heel succes allemaal. En hartelijk dank voor alle moeite die al in het gebouw is gestoken voordat het gebouwd werd. Ik word verzocht, en het werd ook al gezegd door mezelf, dat ik een steen ga dragen. Maar ik heb net gesport en ik wil vragen of iemand mij zou kunnen helpen met het dragen van de steen. Kijk, er zijn al hartstikke veel kinderen die me willen komen helpen. Kom maar naar voren allemaal, we gaan gewoon tillen. Fred. Voor Klarendal. En een betere entree, een betere opening kunnen we ons amper voorstellen. En ik denk dat het een geweldige demonstratie is geweest.